Dag Mark. Hallo, hallo. Alles goed? Vandaag in Flanders Expo met uw televisiestation. Ja, dat is een bijna jaarlijkse traditie. En dan maken we programma's voor een hele week lang, tussen 6 en 7. Ja, met een race aan artiesten vandaag? Met inderdaad een race aan artiesten. Ja, de mensen die we dagelijks draaien. En presentatoren als Donate Riemaker en gisteren zaterdag met Evelien Kanoot. Waren die allemaal direct bereid om mee te werken? Ja hoor, dat is een mailtje uitsturen en dan krijg je meteen een hele pak mails terug met mensen die kandidaat zijn voor een babbel. Dus daar hebben we echt geen klagen over. Mag ik zeggen dat je veel doet voor de Vlaamse mensen, Vlaamse artiesten? Maar het is niet aan mij om dat te zeggen. Wij proberen heel veel te doen voor de Vlaamse artiesten en ik heb het gevoel dat ze dat ook bijzonder waardeert. Ja. Het is eigenlijk een muziekzender, maar er gaat binnenkort nog heel wat meer gepresenteerd worden, allicht, heb ik gehoord. Wel, het is inderdaad een muziekzender, dat willen we absoluut blijven. Daar gaan we ook nooit van afstappen. Vlaamse muziek staat bovenop. 70% bijna is een Vlaamse productie bij ons. Maar er komen heel wat programma's bij inderdaad. Praatprogramma's, ja, Herbert Verhagen komt terug met Ment op zondag. Vanaf 21 september komen er een hele pak nieuwe programma's bij. Kan ik daar iets van kwijt? Ik kan er zeker. Ment vandaag is er terug met Maarten Cox, met Evelien Kanoot en met Philippe Dazen. Tussen 5 en 7. Er komt elke dag een hitlijst tussen 4 en 5 en tussen 10 en 11. Dat gaat van de reuze keuze 10 tot de hartelijke 10. De geflipte lijst met Philippe, hè, met de geflipte nummers voor vrijdagavond. Enfin, elke dag een hitlijstje. En bijzonder ook een late night show met Jurgen Verstrepen, die zijn tv-comeback maakt na Zwart-Wit. Heel veel politieke discussieprogramma's gemaakt. Dat was de eerste met Talk Radio in Vlaanderen. Nu wordt het niks over politiek, gewoon bekende Vlamingen, mensen die in de media staan. Worden uitgenodigd in de late night show. Dus nogmaals, geen politiek, maar wel een boeiend en gevarieerd programma. Heel kort dag, dus snel werken? Ja, maar we zijn dat... Heb je daar de mensen voor? Jawel, en vooral heel veel techniek, hè, want heel veel is geautomatiseerd. Heel veel gebeurt computergestuurd. Natuurlijk, ja, programma's maken en presenteren moet je doen, hè. Dat is mensenwerk. Maar het is niet zo dat je ieder clipje moet zitten wachten tot het uitgespeeld is. Dus echt presentaties worden opgenomen. Dan nadien wordt daar muziek tussen gemonteerd. En dat gaat ontzettend snel. We doen dat elke dag, 7 dagen op 7. Ik ken je nog van S-Televisie op AVS. Hier niet ver van dit gebouw. Dat was nog met Peter Labe samen. Ondertussen een ganse weg afgelegd. De wegen zijn dan ook gescheiden van elkaar. Wat was die reden van die splits dan? Dat je andere ideeën over tv maken dan Peter bijvoorbeeld? Ja, wel, ik heb eigenlijk een geschiedenis die begonnen is bij de regionale televisie. De tendensprogramma's heb ik opgestart met Leen Dummeré nu 20 jaar geleden. Dan is inderdaad een pionierstaak gekomen met de opstart van digitale televisie in Vlaanderen. Met S-Televisie als eerste project. Dat was een project dat bedoeld was om 3 jaar te lopen. Nadien uiteraard verder gezet te worden, maar er waren afspraken gemaakt voor 3 jaar. En na 3 jaar, ja, dan kom je dan als bestuurder samen om te kijken van hoe gaan we dat verder doen. En dan hadden wij daar een hele andere visie dan Stories, hè, want dat is het uiteindelijk geworden, dat kanaal had. Wij willen daar een hele duidelijk geprofileerde zender op basis van die Vlaamse muziek. Dat was een visie die... Wie dat juist is, ik laat er dan anderen om uit te maken, maar een visie die niet de visie was van AVS en van Peter. En we zijn heel blij dat we daar onze eigen weg kunnen volgen hebben, want dat is uiteindelijk voor ons de hoofdzaak geweest. Peter is een vakman op zijn gebied, AVS doet zijn ding op regionaal televisie. Maar de combinatie houden en dan toch echt resoluut kiezen voor die Vlaamse muziek, dat was er niet bij. Dus ik heb dat met Magali samen, mijn partner, alleen moeten doen vanuit een nieuw gebouw, vanuit nieuwe studio's. We hebben die stap genomen. Met steun van Magali? Met heel veel steun. We zijn 2 handen op 1 buik. Zij heeft een verleden in het VRT-nieuws. Ze heeft voor de regionale ploegen gewerkt in West-Vlaanderen. Was 24 uur 24 stand-by. Elk ongeval, iedere brand was dat meteen daar naartoe. Dus het is een werker. Iemand die, die weet dat televisie een 24-hour business is. En het is leuk om zo jongen tegen te komen. En ze ziet er nog niet slecht uit ook. Vind ik. Ik hoor en zie een gelukkig mens. Ja, absoluut, maar ik ben een gelukkig mens. Ik hoop alleen het werk een beetje te kunnen temperen. Ik ben 50 geworden. Dus, proficiat. Dankjewel. Om toch iets meer te kunnen overlaten aan andere mensen. Maar die lijnen moet je eerst zelf uitzetten.
Maar we hebben nu toch een aantal mensen die ook redactioneel dingen beginnen doen en sturen. Evelien Canoot bijvoorbeeld is daar een voorbeeld van. Mensen die hun eigen programma's voorbereiden. Herbert doet dat, Maarten Cox doet dat, Philippe doet dat, Evelien doet dat. En als je dat allemaal in een mooie stroomlijn kunt steken, dan zijn er dingen die je niet zelf moet doen. Maar de krijtlijnen steken wel uit. En goed voor jaren. En goed voor jaren natuurlijk, ja. Hoeveel jaar ga je nog doorgaan met mijn televisie? Heb je daar gezicht op? Wel, ik ben nu 50. Ik had minstens gehoopt om 150 te worden. En met de nieuwe pensioenregelingen om te werken tot mijn 149. Dus ik heb nog een poosje. Wel bedankt, Mark. Graag gedaan. Zie je.